heeft nu echt een zeefdrukmachine neergezet en aangepast die echt van toepassing is in de printed electronics wereld. Ik geloof in het inlijn drukken en vooral wat deze machine speciaal maakt is dat het een complete gesloten constructie zou kunnen zijn. Super interessant om heel veel leveranciers, conculega's, klanten. Ja, hier komt gewoon iedereen uit de printed electronics komt hier samen. We hebben heel veel tractie gekregen. Het is enorm veel vraag. Dus volgens mij een heel spannend vakgebied. Absoluut. Wat vandaag gewoon opvalt is dat elke speler die een bepaalde rol vervult in de wereld van printed electronics aanwezig is. Het is natuurlijk sowieso heel leuk om de erkenning te krijgen voor het werk wat je zelf doet. Blijkbaar doen we ertoe, hè, als Holst. Wat ik geleerd heb is dat er natuurlijk veel meer bedrijven zijn die in dezelfde richting zitten. Interessante beurs. Leuk om weer eens op pad te zijn en in andere bedrijven te zien wat ze de afgelopen 2 jaar vooral gedaan hebben. En interessant om ook weer nieuwe contacten te leggen en op zoek naar nieuwe business. Ja, ik denk dat het toch nog best wel lastig is om daar echt een commercieel product van te maken. Hoe zie jij de combinatie van textiel en print elektronica? Is die combinatie er? Er is zeker wel een markt voor. Alleen de materiaalkeuze dat is lastig om het geheel flexibel en buigzaam te krijgen. Well, textile, I think, is going to be extremely important in wearables, but also in other applications like automotive. Dat er gewoon echt nieuwe spullen gekomen zijn waarmee je dus echt veel beter de flexibiliteit kunt realiseren. What are the things that research should aim for to get it more sustainable? Replacement of some of the components in the inks. Yeah. And also have a clever design in terms of recycling. Wat ook opvalt is dat de business op zich niet enorm gegroeid is, maar wel de technologie om producten samen te kunnen maken. And of course the most important is finally after 2 years we can actually meet in person people. Thank you so much. You're welcome.